Welkom op het Zaanlands Lyceum. Mijn naam is Mohamed. En ik ben Milena. Kom je mee naar binnen? Dit is de hoofdingang, waar leerlingen normaal niet door naar binnen gaan. Wij gaan via het plein aan de achterkant, waar ook de fietsen staan. Hier is de balie, daar meld je je als je te laat bent of je bent eruit gestuurd. Hier zijn de conciërges. Die zorgen voor het gebouw en helpen je met van alles. Zij print ook de toetsen voor ons uit. En dit zijn de kluisjes. Iedereen heeft een eigen kluisje, daar kun je je boeken in doen die je even niet nodig hebt. Maar ook je jas en je gymtas bijvoorbeeld. Wat is eigenlijk de eerste les vandaag? Oh, laat ik even kijken op magister. Je krijgt in de eerste ook een planda. Die kan je helpen met plannen. En wat hebben we eigenlijk voor huiswerk voor morgen? We hebben alleen Frans. Oké. Okay. We gaan nu naar Visit. Ik heb gehoord dat ze proefjes gaan doen. Ja, maar we weten niet precies wat. Daar gaan we nu achter komen. Kom maar mee. Hey, goedemiddag. Welkom. Pak snel je lapjes. En doe je bril op. En dan gaan we even kijken naar dit experiment. Want wat we vandaag gaan doen, is aardgas proberen te verbranden. En dat doen we op een veilige manier. Want we sluiten dus eerst op in zeepbellen. En dan gaan we eens kijken wat er dan gebeurt. Zet snel je bril op. Doe je jas aan. En dan gaan we eens kijken hoe we dat voor elkaar gaan doen. Dus we gaan als eerst gasbelletjes maken. Je hoort het al. Eens even kijken hoor. Nou, dat is een ziek idee. Nou, dit lijkt me er wel genoeg, toch? Ja. Ja, precies. Nou, dan gaan we het hiermee proberen. We moeten goed luisteren en goed kijken naar wat er gebeurt. Kijk naar de lucifer en kijk naar eens zo'n gasbelletje. Proberen we er eentje kapot te maken. Zien wat er gebeurt. 1, 2. Zo. En hoe kan dat nou? Dat is de vraag. En jullie doen veel proefjes, maar wat houdt physics eigenlijk precies in? Nou, physics is bij ons op onze school eigenlijk een uitdagendere en een moeilijkere versie van natuurkunde die we hier op school hebben. En je gaat eigenlijk gewoon dieper op de materie in, zoals reactievergelijkingen of zo. Ja, en je gaat dieper in op sterrenkunde en de atomen en zo, en dat soort kleine dingen. En wat ook bij physics aan de hand is, is bij physics krijg je speciale onderwerpen die niet normaal gesproken op een middelbare school worden verteld. Zoals net al werd verteld, in de sterrenkunde wordt er gekeken van waarom bewegen de planeten zoals ze bewegen. Of wordt gekeken naar kracht in de natuur, waarom zijn die er en hoe werken die nou precies. En zoals je net ook hebt gezien, er wordt op atoomniveau zelfs al gekeken naar vlammen en vuur en waarom werkt dat zo zoals het werkt. En dat wordt bij physics allemaal verteld. Wat houdt een toptalent in? Een toptalent houdt in dat zijn leerlingen die een talent hebben buiten dat ze ook hier op school, HAVO of VWO, kunnen volgen. En dat talent wat ze dan hebben, dat vraagt om dat ze niet alle lessen kunnen volgen. Dus wij gaan om de tafel zitten en kijken wat is er dan mogelijk dat je talent kan ontwikkelen en dat je ook hier op school je lessen kan volgen. Wat voor toptalent heb jij dan? Nou, ik doe musical en dat houdt dus in dat ik bijna 7 uur per week op een opleiding in Amsterdam zit. En ik heb ook afgelopen week de hele week vrijstelling moeten vragen voor school. Omdat ik aan het monteren was voor de musical Koning van Katoren die afgelopen weekend in première is gegaan. En wat voor toptalent heb jij? Ik doe volleybal en dat houdt in dat ik 9 uur in de week moet trainen, 3 uur bij mijn club en 6 uur in Alkmaar. Dat is dus bij de topsport. Het enige wat eigenlijk van mijn rooster afwijkt is Lyceum Plus, want dat heb ik niet. En dat komt omdat ik anders niet op tijd bij RTC ben. Dat is dus voor nu, maar in de toekomst kan het altijd nog weer meer worden. We gaan nu naar Engels. Maar niet zomaar Engels. Wat is voor Engels dan? Waslijn. Wat is dat? We gaan eerst naar de les en dan zoeken we het uit. Oké. Okay. What else is the purpose of scanning a text? Yes. To learn and to know what that text is about. Absolutely. Well done. Wat is het verschil precies tussen Fastlane en Engels? Het grootste verschil is denk ik in het feit dat je, stel je doet VWO, dan doe je in 6 VWO eindexamen Engels. En op Fastlane doe je dat in 5 VWO al. En dan ga je dus sneller door de stof heen en je gaat ook dieper op de stof in. Dan als je gewoon regulier Engels zou volgen. Is het verschil groot als ik in de tweede Fastlane ga doen? Voor mij viel het echt wel mee. Ik vond het zelf niet zo'n grote overstap. Het is gewoon... Voor mij is het grootste verschil is het boek. Weet je, ik vind dit boek veel interessanter dan het andere Engels boek. Wij zijn hier met onze vriendengroepje. Daar zijn ook allemaal vrienden. En dit is ons vaste plek. Wij eten hier en drinken hier. Chillen hier. Ja, chillen hier.
Ik zit hier meestal met mijn vriendinnen en het is nu pauze. Ja. Ik ben Jasmin en ik ben Afrit. Iedereen heeft een mentor. We gaan nu in gesprek met mijn mentor en mijn junior mentor. Een junior mentor is een leerling op deze school uit de vierde of vijfde. De mentor is eigenlijk jouw eerste aanspreekpunt binnen de school. Voor alles wat met school te maken heeft. Met je rooster. Waar vind ik mijn kluisje? En in het begin van het jaar zijn we met dat soort praktische dingen veel bezig. Naarmate het jaar vordert gaan we meer met wat moet ik nu bijvoorbeeld staan om goed over te kunnen. Allemaal dat soort dingen, dat bespreek je met je mentor en dat doen we ook in de studieles. En soms met hulp van de junior mentoren. Waarvoor is een junior mentor eigenlijk? Als junior mentor ben ik eigenlijk een soort van jullie tweede mentor. En omdat ik natuurlijk ook zelf hier op school zit, weet ik al wat meer van hoe ik het heb ervaren en wat ik dan mee kan geven aan jullie. Ik ben natuurlijk ook mee op kamp geweest met jullie. En daar heb ik jullie ook een beetje kunnen helpen en zo. En jullie kunnen gewoon altijd naar mij toe komen als er iets is of als jullie vragen hebben. Museum Plus is een keuzevak in de eerste en tweede. Er zijn allerlei verschillende vakken die je normaal niet hebt. Weet je eigenlijk wat gymnasium is? Nee, jij? Nee. Meneer Bevraag heeft hier nu Latijn. Kom, we gaan even kijken. Is goed. Oké, gehad hier. Wie is... Ik heb al gedaan, hè, maar ik schrijf gewoon nog even een keertje op. En dan, daar staan ze drie keer achter elkaar. Hij zegt dus niet brutaal of overmoedig, misdadig en geschift. Maar hij zegt, wat zegt die mens? Wie is brutaler, misdadiger en gekker dan jij? En gekker, brutaler, misdadiger en gekker dan jij. Heel goed, precies. Wat is gymnasium eigenlijk? Bij gymnasium krijg je ook je vakken Latijn en Grieks en leer je dus ook talen die nu niet meer gesproken worden. Nou ja, je leert ook veel meer over de grammatica van de talen en dan gaat het ook makkelijker bij andere talen. Nou, het klopt dat je Grieks en Latijn doet naast alles wat je op het Atheneum doet, voor een gewone VWO-opleiding, maar niet tot en met het examen. Maar je moet in de onderbouw tot en met de derde, dan moet je wel Latijn en Grieks doen. Daarna mag je één van de twee kiezen. En bij het Atheneum moet je Frans of Duits doen bij ons op school en op het gymnasium Latijn of Grieks. Is het ook handig voor andere vakken dan talen? Ja, want bij Latijn is het zeg maar een soort van puzzel omdat je allemaal verschillende uitgangen en woorden hebt die je op bepaalde plekken moet zetten. En daardoor is het een soort van puzzel en heb je bij de grammatica een soort van formules, zo kan je het ook zien. En dat kan je dus natuurlijk ook gebruiken bij wiskunde en al die andere vakken. En bij wetenschappelijke vakken zoals scheikunde of biologie zijn sommige termen makkelijker te leren omdat je dus weet waar het woord vandaan komt. Bedankt voor het kijken naar deze video. We hopen jullie volgend jaar te zien op het Zaanders Museum. Tot volgend jaar!